Hierbij open ik deze academische zitting waarin Femke van Schelven het academisch proefschrift getiteld Would You Work With Me? The Process and Impact of Involving Young People with a Chronic Condition in Research and Innovation in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Ja, dank u wel. Geachte prorector, geachte leden van de corona, beste vrienden, familie en collega's. Welkom bij de openbare verdediging van mijn proefschrift getiteld Would You Work With Me? The Process and Impact of Involving Young People with a Chronic Condition in Research and Innovation. Oftewel in het Nederlands, het proces en de uitkomsten van samenwerken met jongeren met een chronische aandoening in onderzoek en innovatie. Het komende kwartier neem ik jullie graag mee in het proefschrift, in het onderzoek dat ik beschrijf in dit proefschrift. Nou, het thema van mijn proefschrift is patiëntparticipatie. In de wereld wordt er veel onderzoek gedaan naar patiënten. Bijvoorbeeld over hun ervaringen met de zorg. Ook vindt er veel innovatie plaats, waarbij hulpmiddelen ontwikkeld worden die patiënten kunnen helpen bij het omgaan met hun ziekte in het dagelijks leven. Nou, traditioneel gezien wordt onderzoek en innovatie vooral door professionals en voor patiënten uitgevoerd. Patiënten vullen vragenlijsten in of doen mee aan hun interviews, maar verder zijn ze niet betrokken. Bij patiëntparticipatie doen professionals onderzoek en innovatie samen met patiënten. Patiënten denken dan ook mee over bijvoorbeeld de thema's die aan bod moeten komen in vragenlijsten en in interviews en helpen bij het uitvoeren van onderzoek en innovatie. En over het algemeen worden er in de literatuur 3 groepen argumenten gegeven voor patiëntparticipatie. Volgens morele argumenten is het een recht van patiënten om mee te denken over zaken die over hen gaan. Dus ook in onderzoek en innovatie. Methodologische argumenten benadrukken dat patiëntparticipatie leidt tot beter onderzoek en innovatie. De inbreng van patiënten zorgt ervoor dat het relevanter wordt, omdat het beter aansluit bij hun wensen en bij hun behoeften. Volgens educatieve argumenten is patiëntparticipatie een leerzame ervaring voor zowel professionals als patiënten. Beide leren nieuwe vaardigheden en maken kennis met elkaars werelden. Nou, en hoewel de argumenten voor patiëntparticipatie voor alle leeftijdsgroepen gelden, wordt patiëntparticipatie nu vooral nog met volwassenen gedaan. Er is veel minder bekend over patiëntparticipatie van jongere patiëntgroepen, zoals jongeren met een chronische aandoening. En daarom heb ik mijn onderzoek daarop gericht. Om het achtergrond te geven, er zijn in Nederland naar schatting ongeveer 1,3 miljoen jongeren met een chronische aandoening. Omgerekend is dat 1 op de 4.
Ze hebben te maken met verschillende aandoeningen, variërend van eczeem tot aan diabetes, reuma en hersenletsel. Nou, en jongeren die zijn nog heel bezig met volwassen worden en streven daarom grote doelen na. Zoals het afronden van een opleiding, het vinden van een baan en zelfstandig wonen. Dit zijn uitdagingen voor alle jongeren, maar in het bijzonder voor jongeren met een chronische aandoening. Zij hebben in het dagelijks leven namelijk ook te maken met hun aandoening en de behandeling daarvoor. En om die reden vindt er veel onderzoek en innovatie plaats voor jongeren met een chronische aandoening. Het is echter nog niet vanzelfsprekend dat professionals dat ook samen met jongeren doen. En een belangrijke reden hiervoor is dat professionals niet zo goed weten hoe patiëntparticipatie van jongeren, of ook wel jongerenparticipatie, eruit moet zien. En dat komt weer omdat jongerenparticipatie op heel veel verschillende manieren kan. Jongeren en professionals kunnen als collega's samenwerken in onderzoek en innovatie. Maar jongeren kunnen bijvoorbeeld ook zitting nemen in een adviesraad die adviseert over belangrijke besluiten. Of ze nemen deel aan creatieve workshops waarin ze hun mening geven over thema's die aan bod moeten komen in onderzoek en innovatie. En naast de vorm kan het ook verschillen hoeveel invloed jongeren krijgen. Ze kunnen alleen geïnformeerd worden over besluiten in onderzoek en innovatie, dan hebben ze relatief weinig invloed. Ze kunnen adviseren, dan is hun invloed al groter. Maar ze kunnen ook zelf of samen met professionals beslissingen nemen in onderzoek en innovatie. En omdat de vorm van participatie en ook de mate zo verschillen, bestaan er eigenlijk veel vragen over wat werkt er precies en wat levert jongerenparticipatie op. En dit zijn de vragen die hebben geleid tot mijn proefschrift. Het doel van mijn proefschrift was tweeledig. Aan de ene kant wilde ik inzicht krijgen in het concept van jongerenparticipatie en de ontwikkelingen hierin over tijd. Aan de andere kant wilde ik leren over de manieren waarop professionals en jongeren kunnen samenwerken in onderzoek en innovatie, zodat ze impact bereiken die voor hen betekenisvol is. Die twee doelen heb ik vertaald naar drie onderzoeksvragen. De eerste is, welke ontwikkelingen zien we in de literatuur over jongerenparticipatie van de afgelopen decennia? De tweede, welke factoren belemmeren of faciliteren juist het proces van jongerenparticipatie en de uiteindelijke impact? En de derde, wat is betekenisvolle impact van jongerenparticipatie en hoe kunnen we die evalueren? De eerste onderzoeksvraag heb ik beantwoord door de literatuur over jongerenparticipatie te bestuderen. Daaruit bleek als eerst dat er steeds meer literatuur is over dit onderwerp. Met andere woorden, de aandacht voor jongerenparticipatie groeit. Als we kijken naar de inhoud van de literatuur, dan zien we dat er nog veel uitdagingen worden beschreven op het gebied van jongerenparticipatie. Bijvoorbeeld dat het veel tijd kost en geld. Ook vraagt jongerenparticipatie om een andere manier van denken bij professionals. Beslissingen die zij eerst zelf namen of met collega-professionals, die nemen zij nu met jongeren. Die omslag kan spannend, maar ook ongemakkelijk voelen. En ook blijkt het lastig om een diverse groep jongeren te betrekken. Ondanks de uitdagingen laat de literatuur ook een algemene overtuiging zien dat jongerenparticipatie veel oplevert. Er worden veel positieve effecten beschreven. Bijvoorbeeld dat de kwaliteit van onderzoek verbetert, dat jongeren nieuwe kennis en vaardigheden opdoen en dat professionals meer gevoel krijgen bij de doelgroep waar ze voor werken. Een andere belangrijke conclusie uit mijn proefschrift is dat de kwaliteit van de bestaande literatuur over jongerenparticipatie nog beperkt is. Het bestaat vooral uit enthousiaste reflecties van professionals die hebben samengewerkt met jongeren en voldoet veelal niet aan de principes van goed wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor zien we weinig vooruitgang in het veld van jongerenparticipatie. En met mijn proefschrift wilde ik daar verandering in brengen. De tweede onderzoeksvraag ging over de manier waarop jongeren en professionals het beste kunnen samenwerken. Om daar inzicht te krijgen, heb ik gebruik gemaakt van gegevens uit een evaluatie van het programma Zorg en Perspectief van FNO. FNO is een fonds dat zich inzet om de gezondheid, kwaliteit van leven en het toekomstperspectief van kwetsbare groepen te vergroten. En dat doen ze bijvoorbeeld door initiatieven te financieren die aan dit doel kunnen bijdragen. En in 2015 richtte FNO dus het programma Zorg en Perspectief op, met als doel om de sociale positie van jongeren met een chronische aandoening in onderzoek en innovatie, met als doel de sociale positie van jongeren met een chronische aandoening op het gebied van werk, school, sport, zorg en de kracht van jongeren te verbeteren. Ze financierden 45 projecten die hieraan konden bijdragen.
Voorbeelden zijn een onderzoeksproject naar de zorg voor deze jongeren of een innovatieproject dat hen helpt om een passende baan te vinden. En in het programma Zorg en Perspectief stond de participatie van jongeren centraal. Hier op de foto ziet u het jongerenpanel dat werd opgericht om te adviseren over beslissingen in het programma. Zoals welke projecten geld zouden krijgen en welke niet. Daarnaast was iedereen die geld kreeg van het programma verplicht om in een programma of in een project samen te werken met jongeren met een chronische aandoening. Voor mijn proefschrift deden we onderzoek naar de ervaringen van jongeren uit dat jongerenpanel. En daarnaast vroegen we de jongeren en professionals die in de verschillende projecten met elkaar hebben samengewerkt om op hun samenwerking te reflecteren. Dit heeft geleid tot een aantal conclusies over wat er werkt in jongerenparticipatie. En een eerste belangrijke conclusie is dat er niet één juiste manier is waarop jongeren en professionals kunnen samenwerken in onderzoek en innovatie. De beste manier hangt af van onder meer de wensen, behoeften en mogelijkheden van jongeren. Daarnaast benadrukken zowel jongeren als professionals het belang van een heldere rolverdeling. Het is belangrijk dat jongeren weten wat er van hen wordt verwacht en wat ze kunnen bijdragen. Idealiter worden jongeren ook zo vroeg mogelijk betrokken. Want des te later ze betrokken worden, des te meer beslissingen er al genomen zijn waar ze geen invloed meer op kunnen uitoefenen. Ook concludeer ik in mijn proefschrift dat het belangrijk is dat professionals luisteren en handelen naar de inbreng van jongeren met een chronische aandoening. Ook al moeten ze daardoor soms andere beslissingen nemen dan ze van tevoren hadden verwacht of bedacht. Verder hebben jongeren en professionals allebei behoefte aan ondersteuning om hun samenwerking goed vorm te geven. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van training, maar ook in de vorm van coaching en feedback. Een goede en aansprekende werving is belangrijk, omdat het lastig is om jongeren met een chronische aandoening te vinden die kunnen en willen meewerken in onderzoek en innovatie. En tot slot vond ik dat er voldoende tijd en middelen aanwezig moeten zijn voor jongerenparticipatie. Want jongerenparticipatie kost zowel jongeren als professionals tijd en die moet beschikbaar zijn. Daarnaast moet er voldoende geld zijn om jongeren te kunnen waarderen voor hun inzet. Op de vorige dia heb ik vooral besproken wat er werkt in het vormgeven van jongerenparticipatie. Maar in mijn proefschrift onderzocht ik naast het proces ook de uitkomsten ofwel de impact van jongerenparticipatie. En op basis van het literatuuronderzoek en de ervaringen van jongeren en professionals die ik sprak, leerde ik al dat er een algemene overtuiging heerst dat jongerenparticipatie veel positieve effecten heeft. Bijvoorbeeld op de kwaliteit van onderzoek en de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Deze impact was alleen nog weinig systematisch onderzocht. Daarom heb ik gekeken hoe we de impact van jongerenparticipatie beter zouden kunnen onderzoeken. En een eerste stap hierin is om scherper te krijgen wat impact precies is en welke impact in de context van jongerenparticipatie het meest betekenisvol is. Hiervoor heb ik met 50 jongeren met een chronische aandoening en professionals gesproken over de vraag: wat is jouw motivatie om aan jongerenparticipatie te doen? Nou, en dat onderzoek liet zien dat mensen heel verschillende redenen kunnen hebben om aan jongerenparticipatie te doen. Zo was er een groep die vooral naar beter onderzoek streeft. Een tweede groep vond het vooral belangrijk dat er meer dialoog komt tussen jongeren en professionals en ook meer begrip voor elkaars werelden. Een derde groep deed aan jongerenparticipatie om de positie van jongeren met een chronische aandoening te verbeteren in Nederland. De vierde en laatste groep vond jongerenparticipatie boven alles een recht. Een opvallende bevinding hier was dat onderzoekers en jongeren over het algemeen andere impact betekenisvol vinden. Onderzoekers die deden vooral jongerenparticipatie om hun onderzoek te verbeteren en om meer dialoog en begrip te creëren. Terwijl jongeren juist zich inzetten voor een verbetering van de positie van jongeren en streefden aan het voldoen van hun recht. De resultaten uit mijn proefschrift hebben belangrijke implicaties voor het evalueren van jongerenparticipatie. Nu zijn evaluaties vooral nog een opsomming van alle impact die er bereikt is. Maar mijn onderzoek laat zien dat niet alle vormen van impact voor iedereen even betekenisvol zijn. Daarom is het belangrijk dat jongeren en onderzoekers met elkaar in gesprek gaan over hun doelen van hun samenwerking. Dan kunnen ze daarna samen concreet maken wanneer hun samenwerking succesvol is geweest en hoe ze dat gaan bijhouden. Door doelen vast te leggen en bij te houden, kunnen zij een relevantere vraag stellen. Namelijk, bereiken we eigenlijk de impact die we belangrijk vinden?
Hiermee zijn we aangekomen bij de laatste dia uit mijn presentatie. En daar wil ik graag nog kort de boodschap van het proefschrift samenvatten. Mijn onderzoek laat zien dat de aandacht voor jongerenparticipatie toeneemt. Vanwege de hoge verwachtingen over de meerwaarde ervan. Er is echter niet één succesformule die bepaalt hoe jongerenparticipatie vorm moet krijgen. De beste vorm verschilt per jongere en per situatie. Het is daarom belangrijk dat jongeren en professionals samen jongerenparticipatie vormgeven. Zodat het aansluit bij ieders wensen, behoeften en mogelijkheden. Daarbij moeten jongeren en professionals ook in gesprek gaan over hun doelen. Zodat ze kunnen bijhouden of hun samenwerking leidt tot voor hun betekenisvolle impact. Het behalen van doelen kan hen motiveren en leren of de gekozen vorm van jongerenparticipatie voor hen werkt. Daarnaast kan het delen van hun inzichten leiden tot een betere wetenschappelijke basis over wat er wel en niet werkt in jongerenparticipatie. Dank u wel voor uw aandacht. Dan geef ik het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel. En dank u voor een bijzonder heldere presentatie. We gaan nu beginnen met de oppositie. De oppositie zal worden geopend door professor Beurskens. Zij was voorzitter van de beoordelingscommissie. En zij is hoogleraar doelgericht meten in de dagelijkse zorgpraktijk aan de Universiteit Maastricht. Professor Beurskens. Ja, bedankt. Allereerst gefeliciteerd met het mooie proefschrift en natuurlijk ook voor die begeleidingscommissie. En door de storm toch nog hier gekomen. Hè? Dat is mooi, we hebben coronaprikkelen gehad en dan komt een storm om de hoek kijken. Maar gelukkig, we hadden het net ook al over dat. Ja, vanwege de mooie digitale middelen kan toch iedereen hier aanwezig zijn en kan het gewoon doorgaan. En u staat hier in de aula en dat is natuurlijk fantastisch, hè? Want dat is natuurlijk de mooiste plek waar je je proefschrift wilt verdedigen. U heeft onderzoek gedaan naar een heel relevant en actueel thema. We zeggen allemaal dat moet, hè, dat participeren, niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren. Nou, u heeft het dan laten zien, hoe doe je dat dan? Of wat werkt dan wel en wat niet? Dus een heel relevant proefschrift. De kaft vind ik ook heel mooi. En ik zag dat dat door Studio van Schelten gedaan was. Ik denk, goh, dat is toevallig. En dat blijkt dan een co-productie in familiekring te zijn. Dus mooi, mooi gedaan. Ik wil graag met u van gedachten wisselen over de wijze van onderzoek. Want u in uw review, hè, daar begint u mee. Hè, zegt u, nou, die onderzoeken zijn van lage kwaliteit gedaan. Ja, dat, dan roept u wel wat op je af. Hè, want dan gaan wij extra kritisch kijken van hoe goed is de kwaliteit dan van uw eigen studies. En daar wil ik eigenlijk met u op ingaan. En u heeft verschillende vormen van onderzoek, kwalitatief en kwantitatief gedaan. Ik wil met name op het kwalitatief onderzoek ingaan, wat u in hoofdstuk 3 en 4 gedaan heeft. En wil ik met u vragen, als u daarop reflecteert, kunt u mij zeggen wat ging dan niet goed en wat ging dan minder goed? Ja, hooggeleerde opponent. Allereerst natuurlijk dank voor de complimenten voor het proefschrift en voor de kaft. U vraagt mij, ik trek inderdaad in hoofdstuk 2 de conclusie dat de meeste onderzoeken nog van lage kwaliteit zijn. En u vraagt mij vooral over de kwalitatieve studies in hoofdstuk 3 en 4. Waarom zijn die dan anders eigenlijk? Waarom zou ik het dan die kwaliteit wel hebben? Nou, vooral op de kwaliteit van uw eigen kwalitatieve studies. Ja. Wat is daar goed gegaan en wat zegt u, wat had misschien beter gekund? Mm-hmm. Ik denk een sterk punt van die kwalitatieve studies en ook een uniek punt aan die studies beschreven in hoofdstuk 3 en 4 is dat de meeste onderzoeken naar jongerenparticipatie, dat zijn reflecties, hè, van professionals, en enkele keer in jongeren, maar meestal professionals die zelf hebben samengewerkt met jongeren. Wat in mijn proefschrift is gedaan, eigenlijk in alle hoofdstukken, maar ook in die hoofdstuk 3 en 4, is dat ik er als buitenstaander naar gekeken heb, waardoor het mogelijk was om iets een objectievere blik. Ik was niet betrokken geweest in dat proces, dus ik had er daar niet al allerlei ideeën bij. Ik ben echt van buitenaf gaan kijken. Als we dan doorgaan naar, dat had ook gevolgen die wat minder handig waren. Namelijk dat het was daardoor heel praktijkgericht onderzoek. Dus ik kon niet invloed uitoefenen op allerlei keuzes die werden gemaakt in die projecten. Dus ik was daardoor wel heel afhankelijk van wat de projectleiders en de jongeren met elkaar besloten in die projecten. En daar kon ik geen invloed op uitoefenen. Waardoor we onder andere, en dat stelde ik ook vast in eerdere studies,
vooral één groep benaderd is aan jongeren. Ja. Maar mag ik u meenemen waar ik een beetje naar het zoeken ben? Hè? U zegt in hoofdstuk 3 dat u cognitive analysis method inspired by thematic analysis was used. Inspired by. Wat bedoelt u met inspired by? Hoe zagen die thematische analyses eruit? Kunt u me daar een beetje meenemen? U verwijst hier naar hoofdstuk 3, denk ik. Ja. We hebben in hoofdstuk 3 hebben we dus die groepsgesprekken gedaan met jongeren die lid waren van een panel. En dat leverde ons ontzettend veel data op. Uit mijn hoofd hadden we 6 focusgroepen gedaan. Ja. Dat hebben we dus getranscribeerd, zodat we woordelijk konden zien wat is er nou gezegd door die jongeren en ook op de vragen die wij ze aan hen stelden. En die hebben we ingevoerd in de bekende kwalitatieve onderzoeksprogramma's. En daar hebben we dus op basis van die thematische analyses, hè, dus waarbij je door regelmatig en vaak... En heeft u dat meer inductief of deductief gedaan? Moet ik even weer goed naar de inductieve. We hebben dus wat niet thema's van tevoren, zeg maar. Dus dat is inductief volgens mij. Ja. We hadden nog niet de thema's van tevoren. We hebben echt op basis van wat de jongeren hebben gezegd gekeken van wat zijn voor hen belangrijke thema's? Wat zijn hun ervaringen met het panel geweest? Maar heeft je dat bewust gedaan? Is dat bewust de keuze geweest om dat inductief te doen? Ja, kijk, je neemt natuurlijk wel ervaringen mee uit voorgaand onderzoek. Dus je hebt al wel ideeën van, in het proces zal ongeveer dit wel een rol spelen en uitkomt dit. Dus dat neem je als een soort theoretisch kader in je hoofd natuurlijk wel mee. Maar we zijn die analyses wel open ingegaan om ervoor te zorgen dat we alle relevante dingen, alle relevante door de jongeren genoemde dingen daarin konden meenemen. Ja, want ik was een beetje aan het, ook nu noemt u in de review dat er vaak niet voortgebouwd wordt op eerder onderzoek. Dus ja, je had ook een soort framework-analyse kunnen maken meer eerst misschien deductief en dan inductief kijken wat er opnieuw komt. Of er waren verschillende. Dus ik miste die reflectie wat in die proefschrift van hoe je eerder onderzoek daarin in meegenomen heeft. En als je nu kijkt, hè, want in helemaal op het einde de discussie zegt, dan zijn diverse frameworks, hè, dit te gebruiken zijn, om dus jongeren mee te nemen. Mm-hmm. Welke zijn nu de unieke dingen die u toegevoegd heeft aan die frameworks, die we dus nog niet in die framework stonden, die u inductief uit uw data heeft gehaald? Doelt u nu op de framework zoals bijvoorbeeld een participatiematrix? Of? Ja, u noemt toch nog andere frameworks. De participatiematrix noemt u, maar u ook zegt u op welke wijze kan, ik vroeg hem af, op welke wijze kan dan de resultaten van dit proefschrift, de bestaande framework, verrijkt of aangepast worden. U kunt ook de participatiematrix nemen, daar bent u vrij in, maar wat leren we daarvan op basis van wat we al wisten? Nou, dan ga ik weer even terug naar het begin van uw vraag, waar u zei van, waar bouwt u nou eigenlijk op voort? Hè? En nou bijvoorbeeld met zo'n hoofdstuk 3 waar we het net over hadden, waar we de thematische analyse hebben toegepast. De meeste onderzoek op het moment over jongerenparticipatie gaat over projecten met een begin en een eind. En het unieke aan dit jongerenparticipatie, wat dat we gaan kijken, als je die jongerenparticipatie nou structureel gaat toepassen in een programma waar ze eigenlijk aan meerdere projecten van begin tot eind kunnen meewerken, werkt dat dan beter, minder goed, anders? Dus dat is een stap die we daarin wilden maken. En als we kijken naar de participatiematrix, ik denk dat daar bijvoorbeeld een mooie aanvulling is vanuit hoofdstuk 4, waar we ook kwalitatief onderzoek deden, dat we ook heel concreet hebben gemaakt daar, dus door onder andere samen met jongeren met een chronische aandoening tips en praktische ideeën te gaan van, je hebt die algemene ideeën, participatiematrix kun je gebruiken, je moet samen rollen gaan bespreken en dat vormgeven. En met die tips hebben we getracht om te zeggen van dat is dus de algemene richtlijn, maar hoe ga je dat dan doen? Hoe kan dat er dan precies uitzien? En door dat dus samen met jongeren met een chronische aandoening te doen, formuleerden we verschillende tips die je echt heel concreet aan professionals kunt geven en aan jongeren kunt geven. Maar en nu willen we met elkaar samenwerken. Waar begin je en waar moet je aan denken? Ja, duidelijk. Ik kijk even naar de projector. Heb ik nog tijd of ben ik door mijn tijd heen?
Ja, u heeft nog even twee minuutjes tijd. Ja, maar ik wil toch even doorgaan op die kaft, hè? Ja. En ook, want daar staat die ladder op, hè? U heeft hem nu verticaal gemaakt. Wat vindt u ervan als ik zeg van, nou, misschien moet hij wel horizontaal? Dat is een goede vraag. Ik vind het leuk dat u vraagt naar de kat, want daar is wel over nagedacht. Ja, we hadden hem denk ik horizontaal kunnen doen. Paste iets minder goed op het boekje. Maar, en het zal. Ik kan me wel vinden in de kritieken, zeg maar, dat we zeggen van eigenlijk, hè, de ene rol is niet beter dan de andere. Dus in theorie zou je niet hoger kunnen staan dan een ander. Maar in plaats van de ladder plat te leggen, hebben we de poppetjes die u op het boek zit, hebben we op verschillende hoogtes van die ladder eigenlijk een rol laten spelen. En ook op verschillende delen van die wolknop. Om te laten zien van, het maakt niet uit wie er op de ladder staat. Uiteindelijk draait het erom dat je samen die lamp hebt opgehangen. En dus ja, die lamp staat dan voor nieuwe ideeën. Ja. En, dus op die manier, hij ligt niet plat, maar dat is het idee erachter. Mooi gemaakt en ook het idee van, god, je hebt wel kennis ontwikkeld. Je bent wel de trap opgegaan, dus je bent wel ook verder. Ja, dat is ook nog een mooie. Ja. Dank u wel. Dank u. Dank u wel. De oppositie zal worden voorgezet door professor Nagelhout. Professor Nagelhout, ook lid van de beoordelingscommissie. Zij is hoogleraar gezondheid en welzijn van mensen met een lagere sociaal-economische positie aan deze universiteit. Professor Nagelhout. Ja, ik zou ook graag willen beginnen met u feliciteren met dit hele mooie proefschrift. Natuurlijk ook uw promotieteam. U heeft onderzoek gedaan naar een heel belangrijk onderwerp, waar we echt nog onvoldoende vanaf weten. En u heeft hierbij ook verschillende methoden van onderzoek gebruikt. En ik weet uit ervaring dat dat niet altijd makkelijk is, maar dat het natuurlijk wel heel veel meerwaarde heeft voor het onderzoeken, dat je het vanuit verschillende kanten bekijkt. Dus complimenten daarvoor. Ik wil het met u hebben over twee aspecten van de onderzoeken die u geëvalueerd heeft. En ten eerste is dat het feit dat vooral jongeren met een hoger opleidingsniveau betrokken zijn geweest. Ten tweede dat de onderzoekers door de subsidiegever verplicht werden om jongeren te betrekken bij het onderzoek. Stel nou dat u met de kennis die u nu heeft de tijd terug kon draaien en FNO kon adviseren over het vormgeven van hun programma voordat deze gestart was. Ten eerste, hoe zou u er dan voor zorgen dat projecten wel jongeren met een lager opleidingsniveau betrekken? En welke tips zou u hen geven over het werken met deze doelgroep? En ten tweede, hoe zou u hen of de onderzoekers stimuleren of enthousiasmeren om jongeren te betrekken bij hun onderzoek? Zou u dat ook min of meer verplichten zoals u gedaan is? Of zijn er wellicht andere of betere manieren om onderzoekers te overtuigen van het belang van het betrekken van hun doelgroep? Hooggeleerde opponent, allereerst bedankt voor de mooie woorden over het proefschrift. En ook bedankt voor uw kritische vraag. Ik stel twee vragen. Ten eerste, hoe kunnen we er nou zorgen, hè, voordat we die laag opgeleidere jongeren ook kunnen betrekken in onderzoek en innovatie. Want het klopt inderdaad dat ik in mijn proefschrift vooral de jongerenparticipatie beschrijf van jongeren met een hoog opgeleidingsniveau. Ook, dat heeft ook deels te maken denk ik met het feit dat we vooral de twintigers konden bereiken, de tieners in wat mindere mate. En als ik nou de tijd zou kunnen terugdraaien en FNO kon adviseren van hoe gaan we nou ook die andere groep betrekken. En dat start, kijk, een van de principes die ik in mijn proefschrift beschrijf, hè, van hoe ziet succesvolle jongerenparticipatie eruit, is natuurlijk dat het passend moet zijn. Dus als je iets organiseert vooral jongeren met een hogere opleidingsniveau aanspreekt, dan zul je ook vooral hen aantrekken. En ik denk daarom dat we dus kunnen concluderen, hè, dat de projecten die in FNO gefinancierd zijn en die jongeren betrokken hebben, dat vooral vormen waren die aansprekend waren en die interessant waren voor de groep jongeren, de wat oudere, hoger opgeleide jongeren. Dus ik denk dat daar een start ligt, dat we FNO zouden moeten adviseren van, ten eerste, maak men ervan bewust
dat het best wel eens kan zijn dat de dingen, hoe wij als professionals gewend zijn om te werken, dat dat veel meer aansluit natuurlijk bij een groep jongeren die net als wij een vergadering kunnen doen, waarin we met een voorzitter en een notulist en een penningmeester bij wijze van spreken aan tafel zitten. Maar om mensen ervan bewust te maken dat als we dus van onze eigen ideeën gaan starten, dat we daar wel een heel beperkte groep mee aantrekken. En als FNO dan zou zeggen van, het is heel belangrijk dat je ook andere groepen jongeren A, de kans geeft, maar B, ook de adviezen die je van jongeren krijgt relevant maakt voor een brede groep jongeren in plaats van die selectieve groep, zou ik zeggen, ga op zoek naar vormen van jongerenparticipatie die aansluiten bij hen. En is dat dan het enige? Want ik kan me zo voorstellen dat als je een activiteit doet die dan wat meer bij die groep aansluit, dat het dan alsnog niet in één keer geregeld is dat je dan die groep ook bereikt. Hè? Zou je niet meer moeten doen? Nou ja, ik kan altijd meer doen, denk ik. Ik denk dat de start ligt in, want kijk, zodra je een passende vorm bedenkt, kun je ook gaan werven met enthousiaste iets. Want de vorm sluit aan bij de werving. Als je iets bedenkt met, we gaan iets creatiefs doen en we gaan aan de hand met beelden of met tekenen of wat dan ook, dan kan je de werving ook al meer daarop gaan richten in plaats van, we organiseren vergaderingen 4 keer per jaar van 1 uur. Ja. Dus dat sluit daarop aan. Ja, en daarnaast moet je natuurlijk ook, het is wel ook een groep die, dat speelt ook mee, die lastiger te vinden en te bereiken is. Dus je zult ook goed op zoek moeten gaan naar samenwerkingspartners die daarbij kunnen helpen. En dan het tweede deel van de vraag. Ja. Het verplichten van onderzoekers versus stimuleren. Ja, in mijn proefschrift heb ik natuurlijk vooral onderzocht hoe het eraan toe ging in een programma waar het verplicht was om jongeren met een chronische aandoening te betrekken. En u vraagt eigenlijk van, is er naast die verplichting ook nog een manier, misschien een wat lossere manier, of om te zeggen van, we laten gewoon vooral zien hoe goed het is en hoe mooi het is. En dan kunnen we ze misschien ook Ik ben benieuwd naar uw mening. Om dit te gaan doen. We hebben een beetje vertraging op de lijn volgens mij, maar vindt u het belangrijk dat de subsidiegever iemand verplicht? Of zou u zeggen van je kunt beter iemand stimuleren en laten inzien hoe belangrijk het is bijvoorbeeld? Ik denk dat het een combinatie moet zijn. Met mijn proefschrift heb ik laten zien dat verplichten een manier is die kan werken, hè, voor jongerenparticipatie. Omdat als je moet, dan geef je eigenlijk per definitie jongeren al de vloer en dan moeten ze het dus wel gaan doen. Maar een andere conclusie uit mijn proefschrift was ook, als je het verplicht, heb je ook het risico op schijnparticipatie. Omdat er misschien projecten zijn die het moeten gaan doen en dan eigenlijk niet echt de meerwaarde ervan inzien. En die dan voor de buitenwereld denken van, ik heb jongeren betrokken. Maar eigenlijk hebben ze weinig invloed op besluitvorming. Ja, en ik denk voor dat deel is het natuurlijk heel mooi als je ook meer de intrinsieke motivatie kan aanspreken. En dat is ook een van de redenen waarom ik in het proefschrift echt verder ben gegaan met, kunnen we misschien die meerwaarde en impact veel duidelijker aan gaan tonen. Om daarmee ook die intrinsieke motivatie op te roepen. Want wellicht willen ze wel hun onderzoek beter maken door jongeren te betrekken. Of zien ze van, het is inderdaad een recht, dus we moeten eigenlijk wel hiermee aan de slag. Of ik wil mezelf als onderzoeker verbeteren en dat kan ik doen door met hen in gesprek te gaan en meer te leren over de jongeren waar ik eigenlijk voor werk. Ja, begrijp het. En stel, hè, u was dus teruggegaan in de tijd. U heeft er nu voor gezorgd dat de jongeren met een lagere sociaal-economische positie of lager opleidingsniveau ook betrokken zijn. En dat onderzoekers misschien wel echt intrinsiek ook gemotiveerd zijn om de jongeren te betrekken. Zou u dan hetzelfde proefschrift hebben geschreven of zou u andere resultaten hebben gevonden? Bijvoorbeeld over de impact van het betrekken van de jongeren. Even kijken of ik uw vraag goed begrijp hoor. Ik bedoel, als ik terug in de tijd was gegaan en het was me gelukt om die jongeren, die bredere groep jongeren te betrekken, of dat dan invloed zou hebben gehad op de uitkomsten bijvoorbeeld van impact? Ja, zowel dus de bredere groep jongeren als de onderzoekers die meer gestimuleerd zijn, gemotiveerd zijn.
Ja, dat vind ik lastig in te schatten. Ik zit even te denken, want... ik denk... daar moet ik even over nadenken. ja, ik uiteindelijk, kijk, ik denk dat de uitkomst, ja, de uitkomsten die ik heb gevonden, die zullen per definitie gelden voor die groep jongeren over het algemeen die ik natuurlijk bevraagd heb. Maar de algemene principes die ik heb geformuleerd, bijvoorbeeld, hè, van hoe kun je nou samenwerken met jongeren, ik denk dat je die wel ook breder kunt trekken naar de groep jongeren die niet in mijn onderzoek hebben gezeten. Omdat ze natuurlijk heel algemeen kunnen gelden voor... jongerenparticipatie gaat per definitie niet werken als professionals zeggen van... Oké, ik ga niet naar jou luisteren of ik ga daar niks mee doen. En als het niet past, dan is het ook niet. Ik denk dat het misschien de nuance dan meer zou zitten in de van het principe passende participatie, welke vorm van participatie passend is, dan in die principes die ik heb aangetoond. Ja, dank u wel voor dit antwoord. Dank u wel. De oppositie wordt voorgezet door dokter Van de Bovenkamp, ook lid van de beoordelingscommissie. Zij is universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dokter Van de Bovenkamp. Ja, dank u wel. En ook ten eerste mijn van harte felicitaties voor het afronden van het mooie proefschrift. Natuurlijk ook aan uw promotoren. En het werd net ook al even genoemd. Ik denk dat een heel sterk punt ervan de veelzijdigheid van de methode ook is. Hè, die u heeft gebruikt en heeft laten zien. Omdat op die manier echt die verschillende aspecten van het onderwerp belicht worden. Die ook bijdragen, denk ik, aan die robuustheid van kennis over het onderwerp. Die u ook nastreefde met uw proefschrift. Dus in de eerste plaats mijn felicitaties daarvoor. En ik heb het proefschrift ook met veel interesse gelezen. Ik ben zelf ook alweer enige tijd actief in het onderzoeksveld. Hè, van participatie en vertegenwoordiging van patiënten in zorg en beleid. En ik herkende dan ook heel erg de conclusie van uw review in hoofdstuk 2. Dat er maar weinig vordering lijkt te zijn, omdat iedere keer hetzelfde potentieel wordt laten zien en dezelfde knelpunten. En dat was eerder ook een van de conclusies in onderzoek dat wij uitvoerden voor het Zorginstituut, dat we de titel gaven patiëntenparticipatie voor altijd in de kinderschoenen. Omdat dat vaak een soort conclusie is, hè, van we staan aan het begin en we moeten hiermee verder. Maar we staan al enige decennia aan dat begin, zo lijkt het wel. En dat concludeert u eigenlijk ook in hoofdstuk 2. En vandaar ook het pleidooi om robuuster onderzoek te doen naar dit thema. En ik denk dat uw proefschrift daar zeker aan bijdraagt. Dus mijn complimenten daarvoor. Maar tegelijkertijd was ik na het lezen van uw proefschrift ook een beetje teleurgesteld, moet ik bekennen. Want in uw proefschrift komen deels ook weer diezelfde ideeën en diezelfde knelpunten aan bod. Hè? En dat werd in de voorgaande discussies ook al een beetje besproken. En ik denk dat we daar zo op die manier langzaamaan ook wel weer stappen in maken in ons denken. Want u gaat bijvoorbeeld niet meer de diepte in op het gebied van een aantal van die knelpunten die van belang zijn. En daarom wil ik daar graag nog wat verder met u over doorpraten. Om op die manier wat voorbij die kinderschoenen te komen eigenlijk. En ten eerste is dat ook op het gebied van representativiteit. Het ging daar net ook al even over. Hè? Er is ook veel over te doen. U trof ook weer die hoogopgeleide jongeren aan, die bovendien ook ondanks hun aandoening, hè, want ik denk dat dat ook nog wel uitmaakt, op deze manier kon participeren. En dat laat andere jongeren daarmee buiten beeld. En nou ja, u zei net al iets over van dat er andere methoden gezocht kunnen worden om dat te verbreden. Maar wat voor aanpassingen van methoden ziet u daar precies in? En is daarvoor altijd de geëigende weg om te zoeken naar vormen van directe participatie, vroeg ik mij af. Of moet er soms ook gekeken worden naar meer vertegenwoordigende vormen? En kunt u bij het beantwoorden van die vraag ook ingaan op dat idee van die participatieladder? U zei net ook al, hè, van ja, we moeten het niet zien als een horizontale ladder. Maar tussen de regels door in uw proefschrift lijkt u toch wel te suggereren dat hoe meer intensiever die participatie, hoe beter dat toch is. En ik denk dat dat heel erg raakt aan dat idee van representativiteit, omdat die hogere vormen eigenlijk automatisch groepen uitsluiten. Dus ik vroeg me af of u daar iets meer over kan zeggen. Zeer geleerde opponent,
Dank u wel als eerst voor de felicitaties aan het begin. En ook voor de interessante vragen die u stelt, inderdaad. Want we hebben het over gehad. In hoofdstuk 2 stel ik dat er nog wel wat vooruitgang te maken is. En ik verwijs ook inderdaad naar 2 reviews waar we zeggen van... Die zeggen inderdaad steeds van, we staan nog aan het begin van het veld. Maar hoe lang kun je dat eigenlijk blijven zeggen? Die representativiteit, die kwam ik inderdaad ook tegen. Opnieuw dat we dus vooral 1 groep jongeren aantrekken. In mijn proefschrift zie ik het ook vooral inderdaad opnieuw als een conclusie. Omdat wederom, ik heb niet die jongeren zelf kunnen werken. Omdat ik aan moest sluiten bij het onderzoek zoals die in de praktijk was. Dus dat is inderdaad een conclusie die daar opnieuw op aansluit. We vinden steeds diezelfde jongeren en we voldoen eigenlijk niet aan het recht bij andere jongeren. Ik denk dat het heel mooi is om daar ook, dus als we dan praten over we moeten innoverend onderzoek doen en voortbouwen op eerdere studies, om daar ook vooral op verder te gaan. Maar als ik kijk naar de lessen, naar hoe ik vanuit wat we hebben geleerd uit het proefschrift de methode zou aanpakken bij deze groep jongeren. Ik denk, u vroeg om te refereren naar de participatieladder, dus daar zit ik even over na te denken. Maar ik vraag me af of het een kwestie is van meer of minder invloed geven, maar inderdaad eerder te kijken naar de vorm. Hoe steek je het in? Om een voorbeeld te geven, we zijn bezig geweest met een onderzoek met jongeren met niet aangeboren hersenletsel. En die hebben minder energie. Dus dat is eigenlijk best wel een lastige groep die wat minder participeert, denk ik, over het algemeen. En met hen hebben we een product ontwikkeld, laat ik maar zeggen. En zij hebben daar ontzettend veel over te zeggen gehad. Maar niet zozeer. Dus wij konden hen best wel hoog in de ladder laten participeren. En de reden daarvoor was dat we de vorm echt heel erg aanpasten op wat zij nodig hadden en wat zij aangaven of wat wij zagen dat ze nodig hadden. Dus we organiseerden bijeenkomsten, daar hebben we met hen gesproken over wat zijn de knelpunten, waar loop ik tegenaan en wat wil je, hoe moet een product uitzien om die knelpunten op te lossen. En dan konden die jongeren gingen we achteraf na elke bijeenkomst met elkaar evalueren van, goh, werkte deze vorm voor jullie? Of hebben jullie misschien iets anders nodig? Of kunnen we, het kon zeg maar gaan van het TL-buis tot aan, de TL-buizen moeten uit, tot aan, we zitten op een andere locatie, tot aan, we moeten andere thema's bespreken. Dus ik zou, als we dan kijken naar die participatieladder van Hart, dan zou ik zeggen niet mensen die we nu niet betrekken, moeten we beter gaan betrekken om ze dus door maar lager of meer aan de linkerkant van zo'n spectrum te betrekken. Maar vooral toch echt op zoek te gaan naar die vormen en ook met elkaar in gesprek te blijven, waar dus onder andere de participatiematrix, waar we het over gehad hebben, een hele goede manier voor is. En die participatie echt samen vorm te geven met elkaar. Ja, dus dan gaat het eigenlijk veel meer om het aanpassen van de ander dan het aanpassen van patiënten die mee moeten doen in het besluitvormingsproces van anderen dat al dominant is. Hè? Dat is hoor ik eigenlijk wat u wil zeggen. Dus het gaat niet zozeer dat patiënten mee moeten gaan doen, maar meer dat het heel veel vraagt van de andere partijen in die besluitvorming die juist andere dingen moeten gaan doen. En dat slaat ook wel aan bij een van mijn andere vragen, want dat is dus dan in de methode dat aanpassen, hè? Maar het kan ook zijn dat er thema's naar voren worden gebracht door jongeren die eigenlijk ingaan tegen dingen die de andere partijen in de zorg belangrijk vinden. Wij deden bijvoorbeeld eerder onderzoek naar jongeren in de jeugdzorg die bijvoorbeeld aangaven van mijn privacy is heel belangrijk, dus ik wil niet dat zorgverleners mijn informatie gaan delen onderling. Terwijl het voor zorgverleners juist wat cruciaal was om die informatie te delen, om grip te hebben op de situatie. Of het maar blijven praten over je problemen, om de vraag achter de vraag te ontdekken, wat jongeren totaal niet aanstond. En in dat soort gevallen dan clasht die inbreng echt. Hè? En de vraag is, dat is nog zo'n knelpunt van wat doe je dan? En u zei net wel van al die partijen die zijn nodig om dat lampje op te hangen. Maar wat als mensen het helemaal niet eens zijn over of er überhaupt een lampje hangen moet, waar het lampje dan hangen moet en hoe die lamp eruit zou moeten zien. Dan wordt het natuurlijk nog veel ingewikkelder. En ik vroeg me af of u op basis van uw onderzoek daar ook iets over kan zeggen.
Ja, u spreekt eigenlijk over de clash tussen wat nou als de jongeren een ander idee hebben dan de professionals waar ze mee samenwerken. Dat is er één die ik zowel in mijn proefschrift als ook in de ervaring met zelf met jongerenparticipatie wel tegen ben gekomen. Want soms wil je inderdaad allebei net een andere kant op. En om die reden, dat is een reden dat ik dat een van de stellingen die ik heb toegevoegd aan mijn proefschrift is dat de samenwerking tussen jongeren en professionals in de basis eigenlijk niet anders is dan eigenlijk elke andere samenwerking. En ik denk dat dat hier ook heel, heel belangrijk is om daar bewust van te zijn. In de meeste samenwerking, veruit de meeste samenwerking, bijvoorbeeld tussen collega's, dan komen professionals met botsende ideeën er samen ook wel uit. En ik denk dat dat is ook, dat gaat eigenlijk weer terug naar die principes die ik geïdentificeerd heb in dat proefschrift. Dat zijn er eigenlijk, als je ze heel erg sec bekijkt, de basis voor een goede samenwerking. Dus ik denk dat je dat principe ook in jongerenparticipatie moet toepassen. Waarbij je, als je nou een clash hebt, niet gaat focussen op, we hebben allemaal verschillende ideeën en we willen aan de andere kant op, dus dit gaat niet werken. Maar goed naar elkaar luisteren en zit er toch ergens een middenweg in? Of kunnen we misschien allebei onze ideeën erin gebruiken? Of dus ik zou zeggen, niet focussen op de tegenstellingen, maar focus nou op, je hebt toch uiteindelijk een soort gezamenlijk doel. En kun je dan niet, dat is waar ook hoofdstuk 6 over gaat natuurlijk, praat nou over die doelen. En kun je dan op een manier toch door in gesprek te gaan naar die doelen toe werken, in plaats van te focussen op dat ene stuk waar je met elkaar op vastloopt. Ja, oké. Dank u wel. Ik denk dat ik door mijn tijd heen ben, maar De oppositie wordt voortgezet door professor De Jong, professor zorgstelsel en sturingen aan deze universiteit. Het woord is aan u. Dank u wel, mevrouw de prorector. Geachte kandidaat, ik heb uw proefschrift ook met heel veel interesse gelezen. Het is een heel erg mooi onderwerp over het betrekken van patiënten bij onderzoeks- en innovatieprojecten. Waarbij u zich hebt gericht op een specifieke groep, namelijk jongeren met een chronische aandoening. Maar uw bevindingen zijn ook wel breder toepasbaar, als ik ze zo zag. Maar de vraag die ik wil stellen gaat over twee stellingen die u bij uw proefschrift heeft toegevoegd. En ik wilde graag vragen of een van de paranimfen deze stellingen voor kan lezen. Het gaat om stelling 2 en 4. Stelling 2. Beleid dat het betrekken van jongeren met chronische aandoening verplicht stelt, kan machtsverschillen verkleinen. Stelling 3. Door vooraf doelen te stellen, kunnen jongeren met een chronische aandoening en professionals de impact van hun samenwerking kritischer evalueren. Het ging om stelling 4 in plaats van 3. Stelling 4. Het betrekken van jongeren met een chronische aandoening bij onderzoek en innovatie is een middel, geen doel op zich. Dank u wel. Mijn vraag gaat over een tegenstelling die ik zie tussen deze twee stellingen. En namelijk, mijn vraag is, zorgt juist zo'n verplichting er niet voor dat het een doel op zich wordt om patiënten te betrekken? Dank u wel. Allereerst voor de complimenten voor het proefschrift. En ook mooi om te zien dat u deze tegenstelling eruit hebt gehaald. Ik hoorde u de nummers van de stellingen noemen en ik dacht... ik weet waar we naartoe gaan. Ik denk dat we moeten kijken naar de verschillende invalshoeken van die stelling. Er is ontzettend veel bewijs, ook in mijn proefschrift laten zien, dat er van patiëntparticipatie, dat daar superveel positieve gevolgen aan kunnen zitten. Kwaliteit van onderzoek en innovatie voor de professionals die meewerken, voor de jongeren die meewerken. En wellicht uiteindelijk ook op hoger niveau voor de diensten en de producten die we aanbieden aan jongeren met een chronische aandoening. Door te laten zien van dat heeft hartstikke veel mooie dingen. Dat is een reden die ik net beschreef, eigenlijk om te zeggen van we gaan het.
verplicht stellen, ook een deel om een soort drempelvrees weg te nemen die we in het proefschrift ook wel vonden. Omdat jongerenparticipatie natuurlijk best wel een heel complex iets is. Hè? Van de discussie met de vorige opponent zagen we ook, je kunt niet zomaar zeggen we passen één methode toe en daarmee gaan we het doen. Dus het is best wel complex iets en we zagen ook dat dat voor mensen wel een drempel opwierp om eraan te beginnen. En dan kan de verplichting, dat verplicht stellen kan ook een deel, eigenlijk een soort van een duwtje over die drempel zijn van ga dat nou maar eens proberen en ga daar maar eens mee aan de slag en leer daar ook van. En die andere stelling, die gaat er meer over van als je daar dan mee aan de slag gaat met elkaar, ga dan niet zeggen we gaan dit doen en we zien wel waar het schip strandt. Wat je kunt verwachten als je het verplicht stelt. Want juist als je het verplicht stelt, dan wordt het een moetje. Dus dan moet je er een patiënt bij halen. Maar je wil daar verder misschien helemaal niks mee. Dus op welke manier zou je die patiëntenparticipatie door middel van een verplichtstelling dan goed ingericht kunnen krijgen? Nou, zodra je als financier of opdrachtgever of een wetenschappelijk tijdschrift of wat dan ook eigenlijk zegt van nou, wij doen dit, wij financieren alleen nog maar iets op het moment dat de doelgroep erbij wordt betrokken, of dat nou jongeren zijn of anderen, dan heb je ook de verplichting om te zeggen van, en hoe ga je dat dan doen? Hè? Dat deden ze bij FNO in dit geval ook, dan zeiden ze niet van, ga maar met elkaar aan de slag en veel succes ermee. Nee, er werd echt begeleiding geboden van hoe kun je dat aanpakken en wat is jongerenparticipatie precies, welke rollen kun je denken. Daar werden ze in begeleid door zowel professionals als jongeren. En dat verplicht stellen is niet zo van ga het maar doen, succes ermee, maar daar moet een hele begeleiding aan zitten. En ook in, dat komt meer aan het einde van het proefschrift aan bod, in de zin van praat met elkaar over die doelen om te voorkomen dat jongerenparticipatie het doel wordt. Maar dat we er echt een middel van kunnen maken om de verschillende doelen die je allicht met jongerenparticipatie zou kunnen hebben. Wat vind jij dan het belangrijkste van die dingen? En ga op basis daarvan je samenwerking inrichten. Ja, die snap ik vanuit intrinsieke motivatie om er iets mee te doen. Ik vind hem vanuit een verplichting nog steeds lastig. Als je antwoord met dat het niet alleen om die verplichting gaat, maar juist om dat hele stuk eromheen, hè, dat ook die begeleiding erbij komt. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Want anders, er zijn natuurlijk al best wel vaak dingen die verplicht worden, ook bij voorstellen dat er patiënten bij betrokken worden. Dan wordt vlak voordat het voorstel wordt ingediend, wordt er een patiënt bijgehaald en dat was het dan. En dat wordt opgevoerd als patiëntenbetrokkenheid. Dat is natuurlijk niet waar we naar op zoek zijn. Dus ik denk, het moet meer zijn dan die verplichting alleen. En daaraan gerelateerd dat u concludeert in uw proefschrift dat professionals er ook wel van overtuigd zijn van de meerwaarde van patiëntenparticipatie. Ik vroeg me af, is dat op basis van uw proefschrift eigenlijk niet alleen maar te concluderen voor degenen die er al ervaring mee hadden? En hoe trek je nou die anderen over de streep? Hoe kun je nou iets doen aan die intrinsieke motivatie om er iets mee te gaan doen? Ja, het klopt inderdaad dat ik even terugdenk, ja, over alle jongeren en professionals die ik voor mijn proefschrift heb gesproken, die hebben enige mate van ervaring met onderzoek of met participatie in onderzoek en innovatie. Ik denk dat dit ook een beetje raakt aan de discussie die we net hadden, hè, aan de ene kant het verplicht stellen en die intrinsieke, hoe enthousiasmeer je eigenlijk professionals en niet alleen door het verplicht te stellen. Nou, en ik denk dat daar het antwoord is en dat we naar die meerwaarde echt concreet moeten gaan maken. Dat we, dat je niet naar iemand toe komt en zegt van jij moet echt aan jongerenpartij, we moeten echt hier iets mee gaan doen. En dat je eigenlijk bijna niet echt goede kwaliteit van onderzoek kan laten zien van nou, dit zou het op kunnen leveren. En daarom is ook een aanbeveling in het proefschrift van ga over die doelen praten en ga nou systematisch meten hoe je dat bijhoudt. En als we dat nou het komende decennium met z'n allen zouden doen en dat bij elkaar samenvoegen, dan heb je een heel mooi, systematisch verzameld, bijna een database zou je kunnen zeggen, waar je mee kan aantonen van, als je nou met jongeren gaat samenwerken, zou je dit kunnen bereiken, je zou dit kunnen bereiken, of je zou
Ja, allerlei verschillende dingen eigenlijk. En ik denk dat we daar de intrinsieke motivatie vandaan zouden moeten halen. De redenen om het te gaan doen eigenlijk aanreiken. Ja, en dat klinkt heel mooi. Ik dank u wel voor de antwoorden. Dank u. Dank u wel. De oppositie wordt voortgezet door dokter Verhoef. Zij is hoofddocent aan de Hogeschool Rotterdam. Dokter Verhoef. Dank u wel, mevrouw de prorector. En allereerst ook mijn felicitaties en complimenten met uw proefschriften. Naar dit zeer relevante onderwerp, eigenlijk ook over het betrekken van cliënten in het algemeen en jongeren met een chronische aandoening in het bijzonder. En ook het meenemen of het nagaan van de impact van hun inbreng daarbij. En ik was ook onder de indruk van de verschillende onderzoeksmethoden die je daarbij hebt gebruikt. En dat je ook zelf bij onderzoeken jongeren hebt betrokken, dus ook de ervaring daarmee hebt opgedaan. En ik heb je proefschrift met heel veel interesse gelezen en wil graag met je van gedachten wisselen over hoofdstuk 2. Daarin beschrijf je een scoping review die je hebt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de literatuur. En het is al eerder genoemd dat daarbij dan helaas de conclusie ook wat komt dat er niet zo heel veel vooruitgang in zit of dat deels dezelfde thema's terugkomen. En je noemt in de discussie als een van de tekortkomingen van de evidence base dat het perspectief van de jongeren met chronische aandoening veel ontbreekt in de reflectie over het hele proces. En ik ben erg benieuwd of je op basis van de resultaten van jouw review en je ervaringen ook met je overige onderzoeken misschien suggesties hebt hoe dit hiaat kan worden opgevuld, zodat er misschien ook in de toekomst wat andere of wat snellere stappen kunnen worden gemaakt om die evidence base wat te verstevigen. Geleerde opponent, allereerst wederom bedankt voor de complimenten over het proefschrift. U verwijst naar hoofdstuk 2, waar inderdaad een conclusie die ik zelf eigenlijk heel opvallend vond, van dat vooral het perspectief van jongeren nog ontbreekt in onderzoek naar jongerenparticipatie. Terwijl jongerenparticipatie natuurlijk per definitie draait om het includeren van het perspectief van jongeren. Dus je gaat samenwerken met jongeren om hun perspectief mee te nemen. En dan vervolgens gaan we beschrijven wat we daarvan hebben geleerd. En dan doen we dat alleen vanuit het perspectief van de professional. Dat is natuurlijk heel paradoxaal. En eerlijk gezegd, zou het niet zo, tenminste dan zou dit vlak denk ik veel minder ingewikkeld moeten zijn. Want om die jongeren te betrekken in onderzoek naar jongerenparticipatie. Omdat veel van de onderzoeken wat ik zei, die nu gedaan worden, dat zijn dan een reflectie van een professional. We hebben samengewerkt met jongeren, dat ging zo en zo en dat leverde dit en dit op. En dat vond ik heel verbazend, want juist in jongerenparticipatie is het contact met de jongeren al gelegd. Want je hebt samengewerkt met de jongeren. Dus of dat nou is als een lid van een projectteam, of dat je verschillende bijeenkomsten hebt georganiseerd, of dat je een adviesraad had opgericht waar je om zoveel tijd om advies op vraagt. Dat contact met de jongeren, dat is er al. En die jongeren zijn al betrokken, want ze hebben meegewerkt aan dat project. En als ik dan spreek vanuit de eigen ervaringen met jongerenparticipatie, dan zijn die jongeren ook heel vaak heel enthousiast om hun ideeën daarover te delen en om te vertellen wat zij daarvan vonden. En ook, ze wijken er ook niet voor terug om te zeggen, dit of dit zou anders kunnen de volgende keer als we met jongerenparticipatie aan de slag kunnen gaan. Dus al om terug te komen op de vraag, hoe kunnen we dat in de toekomst nou vaker doen? Dat perspectief van de jongeren in de jongeren, onderzoeken naar jongerenparticipatie, hoe kunnen we dat nou meenemen? Dan zou ik vooral de oproep willen doen van, ga op basis van hoofdstuk 6, ga gewoon ook met de jongeren in gesprek met van hoe vind je het gaan? En wat gaat er goed? Wat kan er beter? En hou dat bij en trek samen daar je conclusies uit in plaats van dat een professional dat in zijn eentje gaat doen. En als vervolg daarop, heb ik me ook afgevraagd of het bij het misschien verbreden van zo'n evidence base ook interessant zou kunnen zijn om ervaringskennis van jongeren te betrekken. En of je dat ook hebt overwogen en om daarvoor dan bijvoorbeeld niet alleen in medische databases te zoeken naar literatuur, maar ook op andere plekken te zoeken naar andersoortige bronnen. Zou dat ook kunnen helpen om dat hiaat misschien op te vullen? Of die kennisbasis ook wat te verbreden. Hoe denk je daarover? Begrijp ik de vraag goed dat u bedoelt dat we bijvoorbeeld als we bij hoofdstuk 2, bij het literatuuronderzoek, als we daar ook naar bijvoorbeeld de grijze literatuur hadden toegevoegd? Ja.
Ja, ik denk dat u daar een goed punt heeft. We hebben ik heb het beschreven als een limitatie van die literatuuronderzoek. Dat we toen hebben gekozen om de grijze literatuur niet mee te nemen. En ons vooral te focussen op de wetenschappelijke literatuur. En ik kan me vinden in uw idee dat waarschijnlijk het zijn vooral professionals die natuurlijk artikelen schrijven. En vooral de professionals die daarin lezen ook. Het is niet... Het is niet echt makkelijk leesbaar voor de gemiddelde jongeren natuurlijk. Dus ja, ik denk dat we ook veel lessen zouden kunnen leren uit de grijze literatuur. Zeker. Oké, dankjewel. Is er nog tijd voor een hele korte vraag? Ja, dat is er. Oké, want dan vind ik het aansluitend ook op eerdere vragen... Ik leid ook onderzoekers en zorgprofessionals op. Dus ik ben heel geïnteresseerd in hoe ik ze nou al in hun opleiding wellicht volgens jou goed kan voorbereiden om bij dat onderzoek wat zij hopelijk in de toekomst ook gaan uitvoeren, cliënten ook vanuit hun eigen motivatie en op eigen initiatief te gaan betrekken en ook een serieuze rol daarin te geven. Ja, dus dat patiëntparticipatie eigenlijk een plek krijgt in bijvoorbeeld wetenschappelijke curricula of misschien ook wel andere opleidingen. Ik denk starten met er misschien een vak van. Volgens mij is het op sommige opleidingen een vak. Of om in bestaande vakken in te bouwen. Omdat, als ik terugkijk naar de opleiding die ik bijvoorbeeld heb gevolgd, daar is het nooit in teruggekomen. Ik maakte er pas in het werkende leven, laat ik maar zeggen, kennis mee. Dus ik denk dat het daarmee begint. Ga het aanbieden en laat zien dat het überhaupt een mogelijkheid is. En dat je kunt onderzoek uitvoeren als onderzoeker. Maar je kunt ook vragen aan andere mensen, of aan jongeren in mijn geval, om daaraan bij te dragen. Daar begint het mee en vervolgens ook te laten zien wederom van wat kan het dan opleveren, wat kun je er als onderzoeker ook van leren. Dankjewel. Femke van Schelven, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. Ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten.
was allemaal gefocust op onderzoek. Femke van Schelven, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar, professor Rademakers, is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan? Eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk. Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Femke van Schelven, tot doctor te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. En dan geef ik het woord aan de co-promotor. Beste dokter van Schelven, beste Femke, van harte gefeliciteerd. Het is zover en wat heb je dat ongelooflijk snel en zelfstandig gedaan. Plan A, uitgevoerd en geslaagd. Vorig jaar kwam je naar Deni en mij toe en je zei eigenlijk wil ik na mijn aanstelling en de afronding van mijn onderzoek op reis met Frank samen een hele tijd. Maar het zou wel heel fijn zijn als we van tevoren dan de promotie hebben gedaan. Zou dat kunnen? Dus we zeiden nou, dan moet er wel heel veel af zijn. Je inleiding, je conclusie, je discussie, je impactparagraaf, je dankwoord. Nou, je vriendinnen weten wel hoe belangrijk dat natuurlijk is. Dus dat was plan A en je publicaties gingen hartstikke goed. Dus we zeiden laten we het proberen, maar we maken ook een plan B, want je weet het maar nooit. Dus, maar met kerst 21 was je laatste vijfde artikel gepubliceerd en plan A is gewoon uitgevoerd. Over die publicaties gesproken. Natuurlijk net als alle anderen die je een artikel in een tijdschrift en dan krijg je dat terug hè, met een review. En meestal ging je dan heel snel, ging je hem doorlezen en stuurde je het artikel zo snel mogelijk weer terug. En dat leidde bijna altijd tot een vrij snelle publicatie. Dus complimenten daarvoor hoe je dat hebt gedaan voor zowel de inhoud als wel ook de aanpak. U denkt dan misschien, had Femke dan alles gewoon op een goudschaaltje aangereikt gekregen? Misschien ging het daarom zo makkelijk. Nou, dat was niet zo. Want bij het NIVEL promoveren we meestal op een sprokkelpromotie. Ja, dus je doet een project en daar haal je dan verschillende studies uit en die maak je tot één geheel in een proefschrift. En dan was er het grote project natuurlijk Zorg en Perspectief, maar daar konden niet al je publicaties uitkomen. Maar wat je heel slim deed, is signalen oppikken. Dus ik weet nog heel goed dat we in ons wetenschappelijk overleg zaten en dat Peter Groenewegen zei, misschien kan jij uit je gegevens wel een multilevel analyse doen. Toen ben je met hem gaan praten, je bent vervolgens naar de andere Peter gegaan, Peter Spreeuwenberg, de statisticus, en je hebt een cursus multilevel analyse gedaan.
En toen zei je, nou, ik denk dat ik het wel kan. En toen heb je een multilevel analyse artikel geschreven, wat ook in een handomdraai was gepubliceerd. Nou, een beetje tussendoor heb je eigenlijk het meest originele artikel geschreven over impact, helemaal aan het eind van je proefschrift, met de Q-methodologie. En ook dat moest je zelf uitzoeken, want zowel Dani en ik hadden daar niet echt veel ervaring mee. Dus je moest dat zelf doen. En je hebt dat op een hele mooie manier er tussendoor gevrot eigenlijk. Nou, en dan had je ook nog de coronaperikelen, laten we dat maar even plan C noemen. En dan heb je ook nog in je persoonlijke leven de nodige ontwikkelingen gehad. En die namen soms een hoge vlucht. Maar daarna ben je eigenlijk nog meer gaan vliegen. De snelle publicatie van al je werk zegt ook iets over de urgentie van het onderwerp dat je hebt gekozen voor het promotieonderzoek. En werd vandaag natuurlijk ook al gezegd, er is heel veel belangstelling voor patiëntenparticipatie. Zelf constateerde je dat die studies van de laatste 20 jaar zich wat herhaalden en dat het wel leek alsof er een muur was waar iedereen tegenaan liep. Met je onderzoek heb je die diagnose gesteld en blijkbaar waren de tijdschriften het met je eens. Ze zaten te wachten op een onderbouwing van patiëntenparticipatie en van praktische tips hoe je dat dan het beste moest uitvoeren. Maar ook op bewijs van werkzaamheid van patiëntenparticipatie, impact en perspectief. En dat perspectief heb jij ook het NIVEL gegeven. Het is nu veel meer het nieuwe normaal om bij heel veel projecten samen te werken met ervaringsdeskundigen. Je hebt veel best practices gecreëerd. Dank je wel daarvoor. Dat andere plan, ik zei het al, van na je promotie. Je wilde een wereldreis gaan maken. Dat was plan A. Maar door corona was het plannen hiervan eigenlijk al wel onzeker geworden. En jullie besloten om in Europa te blijven. En schaften een camper aan en werden daar heel happy van. En toen gebeurden er nog veel meer dingen in je leven. En corona bleek ook niet weg te slaan. En toen zei je in een gesprek met Janie, ik zie wel hoe het precies gaat. En ik denk dat dat iets is wat jij de laatste jaren ook hebt geleerd. Je kan niet alles voorspellen en daarom is een plan B altijd handig. En misschien ook wel een plan C en we zien zoals vandaag ook nog wel een plan D. En die flexibiliteit is echt een eigenschap die we zeer in je waarderen. En dan nog een heugelijk feit. Femke, je bent onze eerste. Voor Janie ben je de eerste promovendus vanuit het NIVEL in haar rol als hoogleraar en promotor bij de Universiteit Maastricht. En voor mij ben je de eerste promovendus die ik bij het NIVEL heb begeleid en die promoveert. En dus ben je ook onze gezamenlijke eerste. En wat voor eerste? Voor ons als begeleiders was je een ideale promovendus. Vol initiatief, zelfstandig, goede voorbereiding en een goede afronding. 4 jaar gewerkt bij het NIVEL. Ontzettend veel geleerd en aan veel projecten meegewerkt. Ik heb nog eens gekeken en ik kwam tot zeker 10 projecten waar jij een bijdrage aan hebt geleverd. Je bent echt gegroeid tot een zelfverzekerde en professionele onderzoeker. En daarnaast heb je meegewerkt aan het schrijven van projectvoorstellen, wat ook nog best uitzonderlijk is als je eigenlijk nog een beginnend onderzoeker en promovendus bent. Het zou fantastisch zijn als je die ideeën uit je proefschrift later zelf ook verder zou kunnen uitwerken voor jongeren met chronische aandoeningen. Maar nu eerst, een welverdiende time-off. En wat is het fijn dat het vandaag gewoon hier live kon zijn. Nou, die zinnen die schreef ik op 2 weken geleden toen ik dit aan het voorbereiden was. En het was echt heel onverwacht, want we dachten echt alles gaat online, maar het mocht weer live. Nou, en toen kwam vandaag de storm, het plan D. En nu is het toch allemaal hybride geworden. En ik vind het ontzettend fijn dat er toch nog zoveel mensen zijn die de storm hebben getrotseerd en die hier zijn. En ik weet zeker dat iedereen die dat achter zijn scherm heeft bekeken heel erg met je meeleeft. En dat je ook vandaag ontzettend gunt wat je hier bent. En wij wensen je daarbij dan ook nog een hele fijne dag met je familie, vrienden en collega's. Dan geef ik nu het woordje aan de prodector. Dokter van Schelven, ook namens de Universiteit Maastricht wil ik u heel hartelijk feliciteren met uw behaalde dokterstitel. Uiteraard wil ik ook uw promotieteam, familie, vrienden, collega's, iedereen aanwezig en online aanwezig, van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Ik wil ook de leden van de corona, 1 live aanwezig en de rest online, heel erg hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze sessie.
Ik had uw proefschrift niet van tevoren gezien, maar ik heb van deze zitting toch heel veel opgestoken. Ik heb ook als onderzoeker de laatste tijd te maken met het feit dat we verplicht zijn patiënten mee te laten doen, door de subsidiegever verplicht zijn patiënten mee te laten denken over onderzoeksopzet. En ik weet dat het voor sommige onderzoekers moeilijk is om dat te doen, maar u heeft toch een aantal tips gemeld hier waarvan ik denk, nou, daar kunnen wij ook ons voordeel mee doen. Hartelijk dank daarvoor. Ik hoop dat u, ondanks het feit dat het toch weer wat anders is gelopen dan de planning, een heel plezierige dag en vervolg van uw carrière gaat hebben. Dan sluit ik hierbij deze academische zitting. Ik zou het gezelschap hier in de zaal willen vragen, nu de zaal